dames en heren. Mariette Matthijssen is emeritus hoogleraar moderne letterkunde aan de UvA. En zij promoveerde met de briefwisseling tussen Jacob van Lennep en de dichter Gerrit van der Linden, alias de schoolmeester. En vorig jaar verscheen eindelijk de biografie van Jacob van Lennep met de veelzeggende naam Een bezielde schavuit. Dat was hij namelijk zeker. En die biografie, dames en heren, het is echt een ongelofelijke prestatie. Want wat was die Jacob van Lennep toch een veelzijdige, getalenteerde en een druk baasje. Zijn cv is werkelijk legendarisch groot. En ik ga een paar dingen benoemen wat hij allemaal gedaan heeft. Hij was rijksadvocaat, hij was lid van de landbouwcommissie, hij was lid van de Tweede Kamer, zat in talloze verenigingen en commissies, bekommerde zich om de armenzorg in Amsterdam, was betrokken bij de plannen voor het Amstelhotel, het Noordzeekanaal, het Rijksmuseum. Hij heeft echt heel veel geschreven. Mariette Matthijssen heeft zelfs onderzocht 300.000 woorden per jaar heeft hij geschreven. Telde bij op dat hij ook nog een vrouwenliefhebber was. Dat hem ook nog in heel veel problemen opleverde. Zie hier een complexe man die leefde in een complexe tijd, de 19e eeuw. Dames en heren, Mariette Matthijssen. Goed. Jacob van Lennep, door Mariette Matthijssen. Mevrouw Matthijssen, ga u zitten. Gaat het? Jazeker. Gaat het zo goed? Je vergat nog één heel belangrijk ding, namelijk het water. Kom nog. Ja, dat wou ik net gaan doen. Ik ben één belangrijk ding nu vergeten. En daar wou ik net met u gaan proosten op. Mariette Matthijssen, vertel maar. Het beste water van Amsterdam, of van de wereld. Van de wereldsteden. Van de wereldsteden. Danken wij aan Jacob van Lennep. Als hij er niet geweest was, dan was er heus wel waterleiding in Amsterdam gekomen. Maar een stuk later, hier in Amsterdam was voor het eerst waterleiding in Nederland aangelegd. En kort daarna, toen er een cholera-epidemie uitbrak, toen bleken dus die cijfers van de cholera-epidemie in Amsterdam ook beduidend lager te liggen dan in andere steden in Amsterdam. En daar proosten we op. Daar proosten we zeker op. Op Jacob van Lennep. Wat bezielde Jacob van Lennep om in waterleiding te laten om zich daarvoor in te zetten. Ja, precies. Ja. Kijk, hij heeft in de jaren 30, toen de eerste uitbraak van de cholera in Nederland was, toen zat hij in de cholera-commissie. Dat werd toen gevraagd. Een van de vele commissies waar hij in zat. Ja, en dat werd toen gevraagd aan mensen die uit de leidende kringen kwamen om dat te reguleren, zodat de leiders goed opgevangen werden, de doden afgevoerd werden, et cetera. Daar zat hij in. Toen heeft hij dus ook gezien hoe ingrijpend zo'n epidemie was. En dat was nog niet helemaal duidelijk hoe de cholera zich verspreidde, maar de samenhang met slecht water was toch al vrij snel duidelijk. Hij is in contact gekomen met een ingenieur, een Amsterdamse ingenieur, die bezig was een waterleiding te proberen te krijgen vanuit de duinen naar Amsterdam. Maar die ingenieur kreeg het maar niet voor elkaar. Dus een lakse regering, dat is altijd weer hetzelfde. Ook de burgemeesters zijn laks, de gemeenteraden toen zijn laks. Zeker, ja. Toen net zo goed als nu. De overheid hield zich niet echt mee bezig nog. Nee, het was natuurlijk ook in die tijd was het natuurlijk ook zo dat die overheid nog niet alles naar zich toe getrokken had. Precies. Nou goed, hoe dan ook, in ieder geval, het lukte nog niet goed. Vaillant, zo heette de man, sprak met hem en Van Lennep zegt van, nou, dan gaan we daar achteraan. Zo'n man was het, hè. Als er iets moest gebeuren, dan zette hij zich volledig daarvoor in. En dan ging hij erachteraan. En het mooie is dat in eerste instantie leek het dat hij niet genoeg geld bij elkaar kreeg, want hij is gewoon bij zijn kennissen en familie op de Heren en de Keizersgracht langs gegaan om te kijken of ze aandelen willen kopen. Nou, die dachten, hallo, een romanschrijver, die denkt dat hij 25 kilometer onder de grond water kan aanleggen. Bespottelijk gewoon. Dus die hebben daar geen geld in gestoken. Nou, op een gegeven moment heeft hij een advertentie in de krant moeten zetten van, nou, het lukt niet. Maar hij geeft niet op. Hij gaat naar Engeland toe. En daar was al een waterleiding. En daar waren wel mensen die hem wilden helpen. En dan kreeg je het geld dus vanuit Engeland bij elkaar. En een maandje na die ene advertentie kwam er weer een advertentie. We gaan toch door. Als er nog spijt op tanden zijn, dan kunnen ze zich aansluiten.
En het verhaal gaat dat hij daarna wraak heeft genomen op zijn stadsgenoten door de waterleiding in de grachten pas veel later aan te leggen dan die in de Jordaan. In de Jordaan. Ja, ja, ja. Maar kijk, om bij de grachten te komen vanuit de Haarlemmerpoort moest je wel door de Jordaan. Hè? Dus het is niet helemaal... Hij moest 10 cent betalen, toch? Bij emmer? 10 cent voor zijn emmertje? 1 emmer. 1 cent per emmer. De eerste dag was het 1 cent per emmer, ja. Maar het is wel heel typerend, hè? Eigenlijk, dit ene voorbeeld van die waterleiding zegt eigenlijk bijna alles over wie hij ook was. Zo gedreven, zo energiek. Toen ik het boek las, wat die man niet allemaal gedaan heeft. Ik kreeg zelf ook helemaal energie van om dingen te gaan doen. En wat heb je besloten te gaan doen? Nee, ik zei dat ik energie had gekregen om dingen te... Nee. We gaan het daar ook op hebben. Ja. Wat was er nu precies, mevrouw Matthijs, het idee om nu eindelijk een biografie over Jacob Lennep te gaan schrijven? Het Prins Bernhard Fonds had een reeks van biografieën van sleutelfiguren. En zij vroegen mij of ik een biografie over Nicolaas Beets wilde schrijven. Een van de grote Dat vonden zij toen een sleutelfiguur in de 19e eeuw. Maar Nicolaas Beets, ik weet niet of je iets van zijn leven af weet, maar kijk, dat was een dominee die in zijn studententijd zelfs braaf was. En die is getrouwd en kreeg veel kinderen en zijn vrouw stierf in het kraambed. En daarna trouwde hij opnieuw en kreeg opnieuw veel kinderen. Bets, zijn volgende vrouw, die een zus van zijn eerste vrouw was. Eigenlijk sloofde hij zijn vrouwen gewoon af in het bed. In het bed, ja. Ja. Hij heeft een hartstikke goed boek geschreven, hoor. De Camera Obscura is echt nog steeds een heel mooi boek. Heel goed boek, heel goed leesbaar, heel modern ook nog. Maar toch dacht u... Maar het is geen spannende man. Wat moet zo'n man een biografie krijgen? Moet ik schrijven dat hij dus trouwde en dat zijn vrouw doodging en dat hij weer kinderen kreeg, et cetera? Wie wil dat nou lezen? En, sommige mensen wel, maar de meeste mensen toch niet. Ja. En dus... Nee, dat sprak mij niet aan. Maar ja, Van Lennep heeft dus die combinatie van gedrevenheid, een zekere vilainiteit, een zekere spot. Hij kan ook... Je ziet hem op sommige portretten, zie je hem een bepaald soort spot in zijn ogen en in zijn mond ook. Waardoor je denkt, van je moet met die man enorm hebben kunnen lachen. En ook in zijn brieven, hij kan enorm kwaad zijn en kwaadaardig zelfs soms in zijn brieven. Maar tegelijkertijd heeft hij een grote trouw ten opzichte van zijn vrienden. En dan die daderdrang. Ja, hij groeide op in een complexe tijd. Ja. Wat was het voor complexe tijd? Kijk, hij is geboren in 1802. En dat is, dan is de Nederland is op dat moment de Bataafse Republiek. Hè? Dus de stadhouder is weggeduwd. Mm-hmm. En de Fransen die dringen steeds meer op in Nederland. Ja. Hè? Die hebben geholpen om die stadhouder weg te krijgen in de late 18e eeuw. En ze zijn wel nog onafhankelijk van Frankrijk, maar dat zal niet lang meer duren. Napoleon die zijn invloed op Nederland neemt toe. Hij wil geld hebben uit Nederland. Knijpen als een citroen. En hij zet eerst zijn broer hier neer, maar zijn broer is niet gehoorzaam. Die gaat houden van Nederland. Dan zet hij die broer weg en dan wordt Nederland bezet door Frankrijk. Gewoon een bezetting. Ja. En dan is er hele zware censuur, mensen gaan de gevangenis in, schrijvers ook. En in die tijd groeit Jacob van Lennep dus op. En dan worden de Fransen verdreven, je krijgt die 100 dagen van Napoleon naar 1815. Dan hebben de mogendheden besloten dat België en Nederland bij elkaar komen. En eigenlijk een buffer tegen Frankrijk gaan vormen. Dan krijg je dus voor Nederland een hele vreemde situatie. Nederland, dat zag je, ja, Noord-Nederland, hield helemaal niet van die Belgen. Katholieken, onbetrouwbaar dus. En tegen hun zin werden ze eigenlijk verenigd met een land waar een rommeltaaltje gesproken werd, waar veel mensen nog niet eens konden schrijven of lezen, en de katholieken daar de baas waren. En een paar Franse elitaire mensen, dat werd bij elkaar gevoegd. Nou, dat is dus daar, in die tijd groeit hij op. Een tijd ook waarin die industriële revolutie op gang komt, de wetenschap zich enorm ontwikkelt. Hè. Voor het eerst in de jaren 30 krijg je de stoom die echt toe gaat nemen. Snelheid die verandert, hè. Ja. Althans in die zin van wat vroeger je enige snelle manier was ergens te komen, paard. Ja. Paard, de trekschuit. Ja. Hè.
En ja, opeens kun je met een trein ergens komen. Het is een boulevarderende tijd. Voor het eerst ook medisch, dat er ontdekkingen zijn die echt hout snijden, ja. Die echt verbeteren kunnen. Daarin groeit u op. Vervolgens krijgt u dan ook weer nog die vrijmaking van België, et cetera. Ja. Dus het is echt een tijd waarin heel veel zekerheden op losse schroeven staan. U zegt heel terecht, wie de levensloop van een mens zou willen verklaren, moet het moment bestuderen, dus de periode, maar ook het milieu natuurlijk waar hij vandaan komt. Ja. Wat was het voor familie de Valennepes? Ja, het zijn in de 18e eeuw regenten geweest, die dus eigenlijk in de stadsregering zaten, in de landsregering ook, dus echt samenwerkten met de stadhouder en echt bij de vermogendste mensen van Amsterdam hoorden. Dat woonden allemaal hier, vooral op de Heren- en de Keizersgracht, daar woonden ze. Hè. En daar, en ze waren ook allemaal familie van elkaar. Hè. Dat trouwde onder elkaar, dat hield elkaar in stand. En hij hoorde dus bij, net iets onder de allerhoogste stand. Ja, de eerste orde en de tweede orde. Hoe dat precies in elkaar zat, heb ik nooit helemaal begrepen. Maar er zijn inderdaad eerste coterie en tweede coterie. Ja. En hij hoorde tot de tweede categorie. Maar in zijn tijd, in Van Lennep's eigen tijd, trouwde de eerste coterie weer wel met de tweede coterie. Dat wel weer. Ja, zeker. Ja. Hij trouwde zelf met een Rouel, Henriette Rouel. Dat was iemand met een adellijke titel, die eigenlijk weer bij de eerste categorie hoorde. Maar wel minder geld had dan hij en zijn familie. Ja, precies. Als je met een gouden lepel bent geboren, dat schept ook gelijk weer verplichtingen. Tenminste, hij voelde dat heel erg, hè? Ik moet iets betekenen. Ja. Hoe gold het voor Jacob van Lennep? Ja, het vreemde is, ik heb vrij veel familie van Jacob van Lennep ontmoet, die nu nog, hij heeft veel nageslacht en zijn vader is voor de tweede keer getrouwd, heeft ook nog veel nageslacht. En eigenlijk merk je dat nog steeds, dat er een soort verantwoordelijkheid is ten opzichte van mensen die buiten hun schuld het slechter hebben dan zij zelf. Nee, die het slechter hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld in zijn papieren, die hij nagelaten heeft voor zijn zonen, voor na zijn dood, heb ik een map aangetroffen en daar stond borden op, niet terugvorderen. En daar zaten schuldbekentenissen in van arme weduwen en dergelijke, die geld bij hem geleend hadden, bijvoorbeeld om te kunnen trouwen, niet terugvorderen. In een mapje voor zijn zonen. Dus de mensen die er niks aan konden doen dat ze het slecht hadden, daar kwam hij voor op. Tegelijkertijd was hij wel iemand die toch vond dat er ook, er moesten dienstmeisjes zijn en knechten, niet iedereen. Niet iedereen hoeft naar de universiteit. Maar, was hij erin representatief? Ja. Ja, dat zie je bij zijn familie, zie je dat ook. Een soort verantwoordelijkheid nemen voor de armen, voor de mensen die het gebrekkig hebben. Ook in die zin dat hij die modernisering van de 19e eeuw, tegen de slavernij, tegen de doodstraf, tegen de kinderarbeid, daar sloot hij zich ook bij aan. En dat deed eigenlijk de elite hier in Amsterdam, de goede elite, deed dat ook. Het was wel een heel verlichtingsideaal. Een verlichtingsideaal, dat werd er echt aangehangen, ja. Maar nogmaals, communisme, socialisme, Ik kan me eens bij indenken, dat is gewoon pure revolutie natuurlijk. Ik wil met u naar het eerste echte palende moment in zijn leven. Dan is hij, Jacob van Lennep is 14 jaar, het is 1816 en het is oktober en opeens krijgt hij van zijn vader een brief. Ja, ik denk dat hij eerder op de hoogte gesteld is dat zijn moeder overleden is toen hij dus 14 jaar zit. Hij zat toen in Amsterdam. Zijn moeder was op het buitenhuis. Al die families hadden in de tijd een buitenhuis. In Heemstede toch zaten ze? Hij zat in Heemstede. En zijn moeder was zwak. Het is ook zo dat zijn moeder echt degene geweest is die hem de taal geleerd heeft. Tot zijn vijfde heeft hij eigenlijk altijd bij zijn zieke moeder op bed gezeten. En zijn moeder heeft hem leren lezen en schrijven. Hij kon al lezen en schrijven toen hij 3 jaar was. En daar heb ik bewijzen van. Er zijn brieven van hem, van toen hij schreef aan een jarige tante op zijn derde. Ja. En hij leerde de Gijsbrecht van Amstel van buiten toen hij 5 jaar was. En hij was met zijn vader mee geweest naar een voorstelling. Dat vond hij zo mooi. Zag hij een tekstboekje liggen en hij leerde dat van buiten. Had een enorme sterke band met zijn moeder.
En op zijn 14e is zij overleden. En ik heb dus in de papieren een brief aangetroffen die vader geschreven heeft aan hem. En daar staat in van, hedenochtend heb ik uw moeder begraven. Hij is er dus niet bij geweest bij die begrafenis. En hij gaat dan door van, uw zus is nog een kind. Nee. Die was 5 jaar jonger dan hij. Maar gij nadert reeds die jaren in welke zich de reden, dus het verstand, meer en meer ontwikkelt. Doch in welke ook het vuur der driften uitbrandt. En de jeugd meest vatbaar is voor verleiding. De vader gaat door en die zegt van als dat je overkomt, als dat vuur der driften uitbrandt. Haal het beeld van je moeder dan in je kop en denk aan haar. Dan gaat het wel over. Nou, dat advies heeft Jacob van Lennep niet overgenomen. Nee. Maar het betekent ook dat zijn vader zijn zoon kende. Ja, de vader had een hele profetische blik. Ja. Wat dat betreft. En zeg maar, een rode draad in het verhaal van Jacob van Lennep is de moeder zoeken. De zoektocht naar een moederfiguur. Van, ja, ja. Waarom, waar het blijkt dat precies? Dat Het is een interpretatie, hè? En ja, zo presenteer ik het ook. Ja, ja. Maar het feit dat hij op een gegeven moment met een vrouw trouwt die 10 jaar ouder is dan hij. Henriette Rouwel. Okay. Henriette Rouwel, ja. Deze, ja. En, dat, en ook zijn andere verhoudingen zijn meestal met oudere vrouwen. Ik denk van, als een jongen van 22, 23 een relatie aangaat met een vrouw van 32, 33, dat was al behoorlijk oud in die tijd. Dan moet je toch iets achter zoeken. En of misschien nog gewoon in zijn gevallen voor de charme van, kijk hoe ze kijkt, ja, voor de charme van Henriette Rouwel. Och, er wordt over haar geschreven dat ze niet bepaald mooi was of zo. Niet bepaald. En ik heb brieven van haar geschreven, ik denk niet ook dat ze bepaald, heel spiritueel was of zo. Nee, ik... Maar was een huwelijk dan? Was het een goed huwelijk? Kijk. Hoe waren die huwelijken in der tijd? Natuurlijk heeft hij veel overspel gepleegd. Ja. En hoe, maar het was geen gearrangeerd huwelijk. Dit was echt wel gekozen. Dit was wel gekozen, maar hij koos dit nadat hij een affaire had gehad waarbij een onecht kind geboren is. Dat waarschijnlijk verdonkere maand is. Ik denk dat hij dus kort na die affaire met dat verdonkere maandkind een soort behoefte had aan rust in zijn leven. En dus. Hij was afgestudeerd en hij dacht van nu een vrouw die kalmte biedt, denk ik tenminste. Ja, ik kan dat natuurlijk niet hard maken, maar het is wel iets waar wat ik zie, dus de kalmte zoeken, rust zoeken. En dat vond hij bij deze vrouw. Ja. Ze hebben zeker van elkaar gehouden. Ja, dat maar op een gegeven moment dan is dat vuur daar drift, dat speelt toch op en dat gebeurde hem. Een aantal keren. Ja, ik moest eerlijk zeggen, ik vind een hele charmante man. Maar ook toen hij jong was. Nou, ik vind een hele knappe man. Ik vind een knappe man, zeker, hoor. Zeker, ja, ik had het wel. Ik had het, nou, als oude man vind ik hem ook nog knap. Ja, nee, ja, ook. Nee, maar hij schrijft eigenlijk ook echt over masturberen, hè, in de brieven. Dat hij de hand aan zichzelf. Dat doet hij niet in brieven, dat doet hij in een dagboek. Hij heeft dagboek. En dan, in brieven, gaat hij ook wel ver, hoor. Nee, maar, goed. maar dit komt dan in een dagboek van hem door. Ja, dat hij dus de eenhandige zonde weer eens begaan heeft. Er is één anekdote en ik zou het heel erg leuk vinden als je dat kort even op ingaat over het verhaal van Doortje Ringeling. Maar dat moet je even vertellen. Het is eigenlijk een heel tragisch verhaal. Ja, een tragisch verhaal, maar wel een mooi verhaal, ja, toch? Buitenhuis heeft hij daar in Heemstede. Hè, zijn vader had er één, hij huurt er zelf ook één. Hij is dan begin 30, heeft wat van die Leidse jonge vrienden leren kennen. Het lijkt bijna alsof hij in een soort tweede jeugd terechtgekomen is. Maakt ontzettend veel grappen met die jonge Leidse jongens. Nodigt hij uit op zijn buitenhuis. En hij is dan begin 30, zijn vrouw begin 40. Misschien al in de overgang. En daar vlakbij dat huis, daar woont een bevallige jonge dame, ongeveer dezelfde leeftijd als hij, die erg veel van poëzie houdt en erg veel van de poëzie van Jacob van Lennep houdt. En als je van de poëzie houdt, dan hou je ook meestal van de maker daarvan. Dus daar ontstaat iets heel moois. Dat gaat zover dat ze dus een echte affaire krijgen.
Mevrouw van Lennep komt er ook achter. Die wil dan ook dat ze Woestduin, dat buitenhuis opgeheven wordt, et cetera. Maar goed, het gaat alleen maar verder en verder. En op een gegeven dag in november 1834 wil mevrouw van Lennep, Jacob van Lennep, laten roepen voor het middageten door een dienstmeisje. En een dienstmeisje zegt, maar meneer van Lennep is toch op reis? En zij weet van niks en ze gaat naar de klerenkast en ze ziet dat die leeg is. Er ligt alleen een volmacht, een financiële volmacht in voor hem, voor haar, ondertekend. En dan gaat zij naar haar broer toe, die woont een paar huizen verder op een van die grachten, in een van die grachtenhuizen. En zijn broer die weet wel meer wat er aan de hand is. Die gaat dan naar de Dam toe, daar staan de huurkoetsen. En die vraagt dan aan een koetsier of iemand misschien die ochtend meneer van Lennep weggebracht heeft. Nou, en een van die koetsiers die zegt inderdaad, ja lachen man, hij is uit het raam gekropen. En in die koets gekomen, hij had me besteld en ik uit het raam met zijn valies. Typisch van Lennep. En die heeft hem naar halfweg, ik heb hem naar halfweg gebracht. En daar is een andere koets aangekomen met een jonge dame en ze hebben samen een nieuwe koets genomen. Nou, de broer die gaat naar halfweg toe, vraagt daar, doet navraag. Die koets is vertrokken richting Haarlem, Leiden. Gaat die broer gaat verder ook weer met een koets daar naartoe. En dan komen ze langs het huis waar papa van Lennep, dus van Lennep senior, woont. De professor. En daar stapt de broer uit en overlegt met papa. En dan zegt papa, ja, ik ga die tocht wel verder maken. En hij neemt weer een ander familielid mee. En die gaan dan verder op diezelfde manier die tocht na, overal navragend, waar meneer van Lennep geweest is. En komen ze uit in Rotterdam. En ze komen uit in Rotterdam bij een hotel, Hotel de Boompjes. Peggy Bar, geloof ik, aan de boompjes. En dan is het al midden in de nacht. En is meneer en mevrouw van Lennep, die zijn daar inderdaad. De bagage zit al op de boot. En dan gebeurt er iets wat echt, dat vind ik dan zo ongelooflijk ontroerend eigenlijk. Papa van Lennep gunst één nacht. Hij gaat niet op de deur bonzen. Hij laat ze. En pas op het moment in de ochtend, als het mooie gebeurd is, dan, en van Lennep uit de kamer komt om zijn laarzen naar binnen te halen, want die werden altijd buiten gezet om gepoetst te worden, dan pakt het paar hem bij zijn kladden en dan gaat hij dus zeggen, wat een vader zegt als een zoon er vandoor wil gaan. En dat is natuurlijk zoiets geweest als van, wat denk je dat er met je kinderen zal gebeuren, wat zal er met je vrouw komen. En bij het middageten zat Jacob van Lennep weer aan tafel. En deze arme Doortje is eenzaam. Is nooit kunnen trouwen. Natuurlijk, wie wil er trouwen met de maîtresse van een van de beroemdste schrijvers van Nederland in die tijd? En heeft waarschijnlijk eigenlijk de reputatie opgelost, opgeofferd aan één grote liefde. Het mooie is, voor één nachtje, ja. En het mooie is dat ik haar graf teruggevonden heb. En ik dacht bij mezelf, het is zo tragisch eigenlijk. Ik moet daar een bloem op neerleggen. En ik dacht een klein beetje aan de opera La Traviata van Giuseppe Verdi. Daarin is ook een vader die overtuigt La Traviata van dat zij haar grote liefde moet opofferen. La Traviata is een prostituee die eindelijk een goede liefde heeft gekregen. Dus de vader breekt daar ook een grote liefde af. En die La Traviata die zingt op het einde van die opera een lied van wie zal er nog op mijn graf treuren? Ze dreigt dood te gaan aan de TBC. Wie zal er nog treuren op mijn graf? Wie zal er een bloem neerleggen? Wie een traan storten? Toen dacht ik, die bloem die moet ik bij Doortje neerleggen. En het fantastische is dat ik van de begrafenis, hoe noem je dat, van de begraafplaatsondernemer hoorde, dat er sinds mijn boek geregeld een bloem op het graf van Doortje ligt. Nou. En zo zie je maar dat zo'n biografie niet alleen het leven van Jacob Lennep weer, zeg maar, herpakt of herleeft, maar ook dat andere mensen weer tot leven komen, die anders nooit... Doortje zou nooit een bloem hebben gekregen zonder deze biografie, en dat is toch mooi, hè? Maar die vrouw heeft gewoon alles moeten verdragen natuurlijk, die vrouw. Die vrouw heeft natuurlijk, ik denk wel dat heel veel vrouwen in de 19e eeuw... Hebben moeten verdragen. Is dit precies een tekst, een dagboek? Het is een brief. En daarin zijn dus passages over die affaire met Doortje Ringeling doorgestreept. Door wie? Dit is waarschijnlijk door zijn kleinzoon gedaan, want die heeft op een gegeven moment een
hagiografie, een hele keurige biografie van hem geschreven. En dit is dus wel in archieven terechtgekomen, maar wat niet geweten mocht worden is doorgestreept. Maar ik heb dat toch voor een heel groot deel kunnen ontcijferen. Ah, tuurlijk. Gelukkig ja. Maar. We gaan het hebben over zijn literaire verdiensten. Ja. Hij was een ware taalvirtuoos. Hij was echt een woordkunstenaar. En hij behoorde zelfs tot de grote drie van de 19e eeuw naast Beets. Ja. En rechts zie je Truitje. Ja. Bosboom Toussaint. Ja. Wat maakt hem zo goed? Verteller. Wat hem. Kijk, dat taalvirtuoze, dat is natuurlijk opvallend, maar dat is vaak ook een beetje een spelletje. Hij heeft bijvoorbeeld een e-legende geschreven, een verhaal waarin alleen maar de e voorkomt. Ja. Dat kon hij. Ja. En hij kon enorme rijmreeksen schrijven, allemaal met hetzelfde rijmwoord bijvoorbeeld. Hij was daar heel gemakkelijk in, een goochelaar met taal. Maar waar hij echt subliem in is, vind ik in een verhaal opzetten. Een verhaal met een dikke laag, met een hoop ja, verwikkelingen erin, waarbij alles toch weer terechtkomt. En daarin, ja, dat konden eigenlijk heel veel 19e eeuwse ja. Schrijvers. De Dickens is daar goed in, de Russen zijn daar goed in, de Fransen zijn daar heel goed in. En hij heeft ook het vermogen om bijvoorbeeld massa-bijeenkomsten te beschrijven. Hij doet dat in Die Roos van Dekema bijvoorbeeld erg mooi. Waarin hij dus een middeleeuwse kermis beschrijft. Waar al die mensen die door elkaar heen wapperen. Ja, ik heb trouwens ja. een Franse vertaling meegenomen uit 1840. Hij is al heel snel vertaald, ook in het buitenland. Want hij was ook een van de eerste, volgens mij, die de historische roman echt ja. Zo'n nieuw leven inblast, toch? Of ja, het is, de historische roman is ontwikkeld in Engeland door Walter Scott. Wat? Blies. En wat zei ik? In Blas? Ja, in Blas. Ja. In Blies natuurlijk. De zaal is kritischer dan ik, hè? Nou, ja. In Blies natuurlijk. Tuurlijk. Dat voor de oplettende keer luisteren. Ja, wordt ja. goed geluisterd. Ja, en kritisch, ja. Ja. Maar goed dat we de D's en de T's, dat je die niet hoort nee, precies, als we praten. Hè. Ja, de historische roman die was ontwikkeld door Walter Scott in een soort nieuwe vorm gezet. En dat heeft Van Lennep eigenlijk op de Nederlandse markt gebracht. De Walter Scott-achtige roman ja. met verwikkelingen, spelend in het eigen verleden. Ja. En hij schreef zo ongelooflijk veel. U heeft een keer berekening gedaan of dat hij iets van 300.000 woorden per jaar heeft geschreven. Ieder jaar ruim 900 pagina's tekst. Aan tekst. En dan heb ik het nog niet eens over de brieven, want dat zijn er ook duizenden. Waar haalde hij die energie vandaan? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat hij echt multitasken kon. Hij zat bijvoorbeeld als er in familiebijeenkomsten, dan was hij vaak nog, terwijl de mensen praten en hij dat ook opving, was hij vaak nog drukproeven aan het corrigeren. En verder weet ik het ook niet, ik ben er niet bij geweest. Ze zijn vrienden ook van, hoe krijg je het voor elkaar? Ja. En zijn liefde voor geschiedenis, want dat is ook heel belangrijk. Want je ziet al drie historische romans. Hij schreef echt die verhalen van vroeger, die schreef hij ook. Maar niet alleen dat. Ja, dankzij hem is de Ridderzaal er nog steeds. Want die stond echt op de lijst om te worden gesloopt. Wat komt het gevoel vandaan om alles toch te behouden, die liefde voor geschiedenis? Ja, je ziet dat in die 19e eeuw er een dat geschiedenis belangrijker gaat worden. Dat heeft natuurlijk met die Napoleontische tijd ook te maken. Dat men de eigen identiteit weer wil terugvinden. De nazistaat wil creëren. Ja. En daarvoor is het nodig dat je de relicten uit het verleden ook, dat je daar achting voor krijgt. En wat je dus ziet is dat er in de late 18e eeuw dingen nog gewoon afgebroken worden. Hè. De abdij van Egmond en het kasteel van Egmond worden gewoon gesloopt zonder problemen. Je ziet het Muiderslot in 1825 wordt dat door de regering aangeboden om gesloopt te worden. En dan zijn er een paar voorlopers, waaronder ook de professor en Jacob van Lennep, die dan nog min of meer studeert, die zeggen van, maar dit kan niet. En die schrijven dan een brief aan de koning van, dit mag niet gebeuren. En die koopt dan het Muiderslot op en laat het verder vervallen, maar een aantal jaren later wordt het gerestaureerd. Bij de loterijzaal, dus het gebouw van de Ridderzaal, was het zo dat Jacob van Lennep in de Tweede Kamer zat op het moment dat er eigenlijk ook een slopingsplan was.
En hij heeft toen ongelooflijk zich ingespannen om dat tegen te houden. Hij heeft een toneelstuk daartegen geschreven, open brieven geschreven, et cetera. En op een gegeven moment was er een stemming in de Tweede Kamer, slopen of restaureren. En toen is met één stemverschil, heeft hij het gewonnen, zeg maar. En toen is er dus wat geld ter beschikking gesteld voor de, voor het restaureren van de Ridderzaal. En dat is toen door Pierre Kuipers gedaan. Maar het grappige van Pierre Kuipers is katholiek, weer dat... Katholiek, hè? Katholiek, ja. Kuipers die had eigenlijk zo'n idee van... Als je restaureert, moet je dat restaureren wat eigenlijk de bedoeling was. Dat heeft hij dus bij de Münsterkerk in Roermond gedaan. Hij heeft dat, die gerestaureerd niet zoals hij was in de middeleeuwen, maar zoals hij dacht dat de middeleeuwen ze hadden, ja, precies, ze hadden willen hebben. De middeleeuwen heeft hij eigenlijk opnieuw uitgevonden in de 19e eeuw. Ja. Dat heeft hij hier eigenlijk ook bij gedaan. Hij heeft dus die twee torentjes behoorlijk omhoog getrokken, et cetera. Dus hij heeft hem gerestaureerd eigenlijk zoals hij dacht dat, ze, dat het eigenlijk had moeten zijn. Ja. Hij was dus ook best wel een beetje behoudend wat dat betreft. Ja, je kunt zeker wel in bepaalde opzichten zeggen dat hij behoudend is. Maar goed, hij zag ook bijvoorbeeld het Amstelhotel en het Noordzeekanaal dat dat nodig was. Dus die vernieuwingen van een grotere maatschappij zag hij ook wel. Ik kan me voorstellen dat je ook vaak met jezelf in conflict komt. In zo'n knoop zat van wat ik moet nu, modern of... Daar moet ik eens even over denken of hij zelf nou in de knoop zat daarmee. Nee, ik denk dat hij niet in de knoop zat. Ik denk dat dit voor hem waren, dat redden van zo'n loterijzaal was ook modern. Want daarvoor was geschiedenis eigenlijk iets wat miskend werd. En dus daar was hij eigenlijk modern in het oprichten van standbeelden. En, dus dat zal hij als een verbetering van de maatschappij gezien hebben. En nee, waar hij alleen mee in de knoop zou hebben kunnen zitten is van... Ja, dat bij dat socialisme, dat er bepaalde dingen... toch eigenlijk wel heel goed waren. Hè? Mm. Dus bijvoorbeeld de educatie, de nadruk op educatie. Verlichting zie je dan? Ja, en van andere zijde dat revolutie maken, dat zat hem natuurlijk wel tegen. Ja. En iets dergelijks moet hij misschien ook wel gehad hebben met België. Die losmaking van België. Van enerzijds had hij dat natuurlijk erg leuk gevonden. En hij heeft ook meegewerkt op een gegeven moment aan de taalkundige congressen om ze bij elkaar te krijgen. Maar van de andere kant vond hij die katholieken sowieso onbetrouwbaar. Nee. Ik ben ook een beetje behept met Jacob van Lennep virus. En ik heb ook dit boek gisteren gekocht. Taferelen uit de geschiedenis des vaderlands. En dit was wel een mega rel, hè? Ja, toen hij in de Tweede Kamer zat, toen hij had kennis aan iemand die heel leuk kon tekenen. Familielid van hem. En hij had heel veel geschiedenisboeken geschreven waarin hij eigenlijk die geschiedenis ophemelt. Nederland, een prachtig land. En wat hebben we het goed gedaan in het verleden. Maar hij was natuurlijk ook ergens een cynicus. En hij zag ook wel dat die ophemeling van Nederland dat er ook een beetje flauwekul was. En toen heeft hij samen met deze man een heel gek geschiedenisboekje geschreven waarin hij eigenlijk dus de spot drijft met de vaderlandse geschiedenis. Gewoon om de mensen te amuseren, want hij had dat ook in zich, de spotternij. Ja, en toen barstte er echt een rel los, echt ongekend. En dat heeft hem zijn herbenoeming in de Tweede Kamer gekost zelfs. Pamfletten tegen hem geschreven en hij heeft moeten staken. Hij heeft het niet af kunnen maken, dit boekje. Nee. Hij had het eigenlijk door willen gaan, is niet gebeurd. Hij heeft zelf ook zich verontschuldigd hierover. Ja. Van, wat een onzin om hier zoveel kabaal over te maken. Ja. Het lijkt wel alsof de Krimoorlog minder belangrijk is dan dit boekje. En de Krimoorlog die was toen net uitgebarsten. Dus dat schrijft hij erover. Ja. Is het gelukt om uiteindelijk toch wel een beetje hem beter te leren kennen? Ondanks al die duizenden brieven. Je heeft zoveel werk verricht. Leer hem echt beter kennen? Ik denk wel. Kijk, mensen... Heel veel mensen zijn complex. Ja. En ik denk wel dat ik, als ik hem tegen zou komen, dat ik wel een goed gesprek met hem zou kunnen hebben. Dat is een mooie brug naar het einde van dit gesprek, want hij is toch wel een beetje weer tot leven gekomen. En is deze animatie van, moet ik even goed kijken... Pim Kops, ja. En dat is ook achterkleinzoon van Jacob van Lennep. En die heeft dit gemaakt. En die zie je eigenlijk als het ware. Zie Jacob van Lennep. Ja.
En stel dat u Jacob Lennep zou treffen. Dit is een fantastisch zit toch? Hè? Dit is hem. Die guitige blik. Ja, je ziet echt, je ziet hem, die glimlach. Ja. En dat haar, hè, dat wil ik ook. Dat is natuurlijk echt. Maar ik zou eerst aan u, wat zou u aan hem willen vragen nog? Ja, eigenlijk wil ik weten wie nu de moeder is geweest van dat verdonkeremaande kindje. Dat is echt het grote raadsel. Hè, er is een kindje dus geboren in 1822. Een beetje Tule. Heeft hij later erkend als zijn kind. En hij heeft voor haar en voor de hele wereld geheim gehouden wie nu eigenlijk de moeder van dat kindje was. En dat moet iemand uit hogere kringen zijn geweest. Het kan prinses Marianneke zijn geweest. Het kan iemand uit de Van de Pol-familie zijn geweest. Uit de hoogste families in Nederland. Maar hoe dan ook, het kindje is aangegeven door iemand uit een achterbuurt. En in een achterbuurt opgegroeid. En vervolgens, ja, op een gegeven moment, toen is Van Lennep erachter gekomen, heeft hij er een gigantisch bedrag geschonken. En heeft toch erkend als zijn eigen kind. Dus met andere woorden. Dat zou ik hem heel graag willen vragen. Wie is nu eigenlijk de moeder? U heeft een vermoeden, maar dat moeten we houden lekker. Dat moeten mensen gaan lezen. Ja. En ja, wat ook zo mooi is. Ja, we hebben allemaal boeken meegenomen, maar ook, kijk eens hier, wat zit er in het doosje? Ja, in dat doosje. Ja. U ziet daar dat witte haar van hem. Hè? In dit doosje heb ik een haarlok van Jacob van Lennep zitten. Die heb ik gekregen van de inmiddels overleden stadsdichter van Deventer. Dat was ook weer een familielid van Jacob van Lennep, een verre nazaat. En die had dit. En ja, toen hij wist dat hij niet lang meer zou leven, toen heeft hij besloten van dit moet maar naar Marita Matthijssen toe. En daardoor heb ik dus een haarlok van Jacob van Lennep. En bij het schrijven van die biografie. Mag ik vastpakken? Jij mag één haar eruit nemen. En die mag je in dat boekje leggen. En een haar, wij met een haar. Het DNA moet kloppen. Ik vind. Mag ik u ook bedanken voor dit ongelooflijk goed gedocumenteerde boek. We zouden hier nog een hele weekend over kunnen doorpraten, maar de tijd is gewoon op. Mag ik u bedanken, dames en heren. Marita Matthijssen. Dank jullie wel. En deze ga ik even heel goed.